De Lions Club van Suriname hebben momenteel op bezoek de Lions Club's International First Vice President, Yong-Yul Choi. Hij is afkomstig uit Busan, Korea. Choi brengt een werkbezoek aan het Lions District 60A, bestaande uit Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago. De First Vice President heeft een lijvig programma afgewerkt dat vandaag is afgerond met de persconferentie. De persbijeenkomst stond onder leiding van de District Governor Lion Rudolph Augustine, bijgestaan door de Past International Director Nicolin Moore van Trinidad. Augustine gaf aan dat de delegatie van morgen een ontmoeting heeft gehad met DNA-voorzitter Jenny Simons. She was very interested in the youth program of the Lions, and she knows a lot of the youth program of Lions. So I think that was a good visit. And this morning we had also a visit with one of our signature project that was in the was from the Lions Club Perwani at Kuata. So there he was also there to see what Lions are doing in Suriname. So he was very impressed. He was saying about that or by himself. Yesterday, we had also a meeting with all the Lions leaders from Suriname, from Trinidad, and from Guyana. And there we discussed about leadership. And in the night, we had the culture manifestation where he enjoyed all the cultures we have in Suriname. De delegatie onder leiding van First Vice President Choi vertrekt morgen uit Suriname. Het is de derde keer dat Suriname de eer heeft zo'n hoge officier van de Lions te ontvangen, zegt Augustine. Vice President Choi gaf aan flink te hebben genoten van zijn bezoek aan het mooie Suriname. Na verschillende instanties te hebben aangedaan, zei hij dat waar er nood is, er ook een Lion aanwezig zal zijn. That means that we are always a standby, wherever in globally they need us. We are ready to serve your community and some other community. So I am also very much happy, meet them and all Lion leader here, all the local Lions. I do, the things you are doing in a very, wonderful, service. Project and operation. I do appreciate each one of the local Lion leader. And also, it's the great chance also to tell you, all of the, the committee chair, especially here the marketing, the department, he's doing excellent job also arranging. You are doing just like that LCI, headquarter. Choi gaf verder aan dat het primaire doel van zijn bezoek is kennis te maken met de lokale Lions-leiders en de Lion-cultuur in Suriname. Hij zei dat Lions International een campagne is gestart om US$300 miljoen in te zamelen voor het aanpakken van wereldwijde problemen zoals bescherming van het milieu, verhongering, diabetes, visuele beperking en kinderkanker. Indien de Suriname Lions aangeeft deze problemen te willen aanpakken, zal ook zij ondersteund worden door de internationale organisatie. Eén voorwaarde daarbij is dat de lokale Lions eerst moeten fundraisen om aan middelen te komen. Augustine voegde eraan toe dat Suriname niet voldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die de internationale organisatie biedt. De persconferentie van de Lions is gehouden in het Bamboo Garden restaurant.